Welkom bij deze SZF Infoflits. Zoals wij eerder aan u bekendgemaakt hebben, verstrekt het SZF van maandag 6 maart 2017 tot en met vrijdag 10 maart 2017 nieuwe BZV-kaarten in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het gaat om BZV-kaarten met vervaldata 28 februari en 1 maart 2017. Voor een goede spreiding van het aantal verzekerden zijn alle SZF-kantoren ingezet, evenzo de faciliteit van RGD Apotheek Onverwacht in het district Para. Wij brengen u verslag van de eerste inruildag, waarbij Maarten Kappel, hoofd van de afdeling verzekerdenregistratie van het SZF, aan het woord komt. Op het hoofdkantoor hebben we 2 locaties waar we de mensen afhandelen. En dat gaat heel vlot. Als men eenmaal dat formulier heeft ingevuld, is men zo weer buiten. Op alle locaties is het inruilen van de BZV-kaarten vlot verlopen op dag 1 op enkele onvoorziene omstandigheden na. Vanuit Lelydorp hebben we ook, daar is het een beetje stroever gegaan. Ook omdat we zowel in Lelydorp als in Nikeri even met stroomuitval te maken hebben gehad. Maar ja, dat ligt niet aan ons. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren. En dat lossen we op door bijvoorbeeld de formulieren en de vervallen kaarten in de stad te printen en te bezorgen op Lelydorp. Dus we doen er alles aan om de mensen zo snel als mogelijk te helpen. En we zoeken voor alles een oplossing. In de praktijk merken we dat mensen nog steeds met een oude BZSR, dat is die oude kaart van Self-Reliance, of een oude Asuria-kaart komen. Die mensen kunnen we jammer genoeg niet helpen. De periode om die kaarten in te ruilen is verstreken. Deze mensen zullen zich opnieuw moeten begeven naar sociale zaken, omdat deze groep echt gescreend zal moeten worden. Het SZF spreekt in het algemeen van een goede start op de eerste dag, hetgeen te danken is aan de goede voorbereiding. Er zijn op maandag 6 maart 2017 ruim 6000 BZV-kaarten ingeruild landelijk. De afdeling marketing en communicatie heeft enkele distributiepunten aangedaan om u wat indrukken te brengen. Dis na wan barboskopo fustert in statiekefonds. Gidesma di abi na BZV karta dat na desma di abi alibi marki fu tina saving te gomiki fifiten tina neginyari. Nanga premisi fu na ministeria fu sociale saka SZF te kabosroiti fu prati den karta gidesma di abi na verval datum 28 februari fu na yari lising nanga 1 maart fu na yari lising. Na prati voor de karta e begin vanaf monde 6 maart te gomiti freda 10 maart voor na jari disin. Densma ini Paramaribo, Centrum Flora, Beekhuizen Latour, Livorno Pont Boiti, nanga den trapisin, kankong na SZF Mama Kantoro, na Fred Derby strati fu sebi yuru manteng te gomiti fifi yuru bakadina. Densma fu na piswatra Blaugrong, Rainfield, Munder, Maretrette, Tortona, Clevia, nanga a herpes watra dape, kan go na SZF Kantoro, na ini Maretrette Mall, di opo fu 10 euro manting, te gomiti 6 euro bakadina. Desma fu Komoweina, kan go na SZF filiaal na Komoweina, en dat na fu 7 euro manting, te gomiti 3 euro bakadina. Desma fu Kwata, kan go na SZF Kantoro na Kwata fu 7 euro manting te gomiti 3 euro bakadina en dat na desma ina piswatra Kwata, Tamenga, weg naar zee, welgelegen na nga na her piswatra dape. Desma fu na district Saramaka kan go na SZF filiaal na Saramaka en dat na ala desma na ini na district Saramaka. Desma fu Lelydorp dat na desma fu a district Wanika
a hier bis watra nieuwe grond Domburg Lelydorp nanga kwarasang. Nak kantoro na Lelydorp opo fusi biuru manting te gomiti 5 euro bakadina. Ini nikeri na 3 euro si biuru manting te gomiti 5 euro bakanna en dat na desma uit na district Koroni nanga her nikeri. Densma fumarwina kangona STF kantoro na Mungo en dat nagi a heer district Marwina. In para, densma kangona a RGD apotheek na para dat opo fu anjuru manteng te gomiti 3 euro bakadina. In para, na densma fu Indira Gandhi weg, nanga ala den sei pasi Martin Luther King weg, nanga sei pasi onverwacht para nanga republiek, nanga ooktu na heer Piswatra. Desma ini na district Brokopondo nanga Sipalivini den oktu kango naden presi pewi karib sade. Sayu muschari tego te kukarta. Ye chari yu identiteitsbewijs dat nou een rijbewijs, wan ID karta no so yu paspoort. If yu teki gisma, yu san oteka karta funasma, yu muschari oktu yu rijbewijs paspoort no so ID karta. Bakarati yu muschari na verval BZV karta. En ook to ginasma sayo teki. Te yo kontek yu karta, yo kisi wang leis nanga wang lo aksi funa ministeria fu sociale saka. Yu sa o konteka karta, yu mus fill na leis disi wang to aksi de taping. En if yu no man, adefa deso tak yu no man skrifi, yu mus charo wansma sa yu kan vertrouw taping fu yep yu fill na leis disi. Tesofara na barboskopu fu na stichting staatsziekenfonds. BZV verzekerden. No draai draai. Kontek je karta. SZF verzekerden. Alle reguliere SZF diensten vinden normaal voortgang op het SZF hoofdkantoor als ook op alle SZF filialen. Uiteraard gaat ons normaal werk, dat werk dat we dagelijks doen, gaat normaal door. En zo heb je mensen bijvoorbeeld van de BASO-groep, dat is de groep voor 016 en 60+. Die kaarten vervallen toevalligerwijs ook de 28e, een deel daarvan. Die mensen moeten normaal naar ons hoofdkantoor komen, want die mensen worden in een aparte ruimte normaal geholpen. We hebben 2 ruimtes gecreëerd alleen om die groepen niet bij elkaar te hebben, anders krijg je een onnoemelijke drukte. Dat hebben we dus voorkomen. En we roepen de mensen dan ook op wat het hoofdkantoor betreft, hebben we aan de Prinsenstraat 68 hebben we een locatie. En we hebben aan de Fred Derbystraat ook een locatie, waar de tenten staan. Dat zijn de 2 locaties voor het hoofdkantoor. Ander gedeelte aan de Prinsenstraat, dat is onze normale ingang. Daar is men terecht voor alle andere zaken. De verplichtverzekerden kunnen daar terecht, de BASO-mensen kunnen terecht. Maar ook mensen die door het uitvoeringsorgaan, dat zijn ook BZV'ers, die door het uitvoeringsorgaan een sms krijgen. Sommige mensen hebben een strookje. Dus het zijn een aantal procedures die door elkaar lopen. Vandaar dat we zoveel mogelijk guards buiten de deuren hebben gezet om iedereen wegwijs te maken hoe het een en ander zal gaan of moet gaan. Hetzelfde geldt ook voor de filialen, want ook de filialen hebben hun normale werkzaamheden. Die worden ook normaal uitgevoerd. Alleen de groep waarmee we nu echt bezig zijn, die hebben een andere procedure en die worden ter plekke door de mensen wegwijs gemaakt. Bezoekt u een van onze kantoren? Vraag ten alle tijde om assistentie en laat u wegwijs maken. Het SZF staat altijd klaar om u van dienst te zijn. Dit was de SZF Infoflits voor dit moment. Zo gauw er iets te melden is, zijn wij weer in uw huiskamer.